Landsteden Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo. Boyd, gefeliciteerd in... National team player! Boyd, gefeliciteerd met de overwinning in Den Helder. Ja, voor jou persoonlijk denk ik een lekkere manier om hier terug te komen. Ja, nee, zeker weten. Ik bedoel, meer had ik niet gewild eigenlijk. Kijk, ik ben hier 4 jaar heb ik hier gespeeld. En ik wil hun gewoon laten zien waar ik nu ben en wat ik van hun geleerd heb, meegenomen heb. En ja, ik ben blij dat ik dat op deze manier heb kunnen laten zien. Ik denk dat we best wel sterk begonnen. Ons goed aan de afspraken hielden. Alleen helaas aan het eind van de wedstrijd zie je toch weer wat kleine foutjes, wat slordigheden. In plaats van dat we van 20 punten bij halftime het uitbouwen naar 30 of meer, houden we het eigenlijk op 20. Omdat we op het einde wat de bal weggooien, verkeerde beslissingen maken. En ja, dan zie je toch dat we weer een klein beetje wat foutjes maken op het eind. Maar ik denk over het algemeen mogen we erg tevreden zijn met deze winst. We hebben wel eens vaker zo gestaan en toen hadden we het over dat het nog niet zo constant was eigenlijk. Toen dacht van, nou, in het derde kwart dacht ik van, hey, misschien is dit wel die wedstrijd dat het wel constant wordt. Toch niet helemaal? Ik denk wel een stuk constanter. Ik denk dat we wel progressie hebben geboekt, zeker met deze wedstrijd ook. Alleen toch zie je toch weer wat kleinigheidjes waar we even wat ervaring, even wat, ja, wat meer focus erbij moeten hebben eigenlijk. Ja, voor jezelf, als die drietjes vallen, dan vallen ze ook echt, hè? Ja, zeker weten. Als ze erin gaan, dan blijf ik met zelfvertrouwen lekker schieten. En dan maak ik me daar geen zorgen over. Was het een beetje de wedstrijd vandaag die je voor jezelf verwacht had? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet echt per se heel veel verwachting had voor deze wedstrijd. Ook omdat je terugkeert natuurlijk. Ja, precies. Kijk, ik wou gewoon lekker spelen. En wat ik zeg, ik wou laten zien wat ik meegenomen heb. En vandaag was dat mijn rol met scoren. En als dat met pasen of verdedigen was geweest, had ik het ook zo gedaan. Vandaag pakte ik het uit met scoren en dan ben ik super blij natuurlijk ook daarmee. Missie geslaagd. Zeker weten.